Het seizoen is bijna ten einde. De beslissingen moeten natuurlijk nog vallen. Maar hoe kijk je tot dusver terug op je eerste seizoen bij Sparta? Ja, zeker positief. Als individu denk ik veel minuten gemaakt. Niet echt verwacht eigenlijk. Maar voor de rest als team ook natuurlijk prachtige prestatie geleverd tot nu toe. Dus nee, ik mogen niet klagen. Je had niet verwacht dat je zoveel minuten zou krijgen al in je eerste seizoen? Nou ja, eigenlijk niet. Ik denk dat Adil het heel goed deed ook. En natuurlijk de aanvoerder. En dat ik er nu sta een paar weken is best wel verrassend, denk ik. Verbaast het je ook hoe makkelijk je meegaat in de Eredivisie? Ja en nee. Ik denk door het team dat ik best wel makkelijk mee kan. En dat is ook de verdienste van het team. En ja, ik denk, ik was al best wel snel gewend aan het niveau. Dus ja, het is natuurlijk, je kan het verbazing noemen, maar voor mij voelt het wel als een, ja, was best wel een makkelijke overname. Vorige week verloor Sparta met 0-1 van PSV. Ja, verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar jullie hebben wel PSV, een topclub in Nederland, een 90 minuten lang partij kunnen geven. Kan je daardoor een week later als selectie op basis daarvan ook wel redelijk tevreden terugkijken? Nou, ik denk dat mijzelf niet eens een... ik denk dat je als je van PSV kan winnen, dan moet je een 10 spelen. En wij zaten nu op een 7, dus als je dan maar met 0-1 verliest is, denk ik, kan je het ook positief zien inderdaad. Dus dat is niet, geen slechte wedstrijd. Zeg misschien ook wel veel waar jullie vandaan komen, dat jullie natuurlijk PSV in de beker lastig hebben gemaakt, in Eindhoven een punt hebben gepakt. Dat je toch wel ja, daarmee kan vergelijken dat jullie echt heel veel stappen hebben gezet. Nee, zeker. Dat kan je zeker zeggen. We hebben gewoon veel stappen gemaakt en het is nu aan ons om dat door te trekken naar de play-offs toe. Ja, morgen 13 mei. Was dat een datum voor jou die al vroeg in het seizoen gemarkeerd stond in je agenda? Stond wel al in mijn agenda, ja. Nee, ja, dat is natuurlijk een speciale wedstrijd, maar eigenlijk moeten we het niet zien als een andere wedstrijd. We moeten gewoon 3 punten daar pakken en dan doorgaan naar de volgende. Die wedstrijd is natuurlijk vooral speciaal voor jou, omdat je geboren bent in Volendam en altijd hebt gevoetbald. Ja, heb je nog veel contact gehad met oud-teamgenoten in aanloop met deze wedstrijd? Ik heb wel wat contacten gehad nog, ja. Maar ik heb dat sowieso ook als ik niet tegen ze speel. Dus, maar nu was het wel iets meer dan normaal. En ja, die hebben er ook zin in en ik ook. Dus dat wordt een leuke wedstrijd, denk ik. En wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, succes. En ja, doe niet al te je best. Dus ja. Nee, ja, je kent het en ja, we mogen de beste winnen. Precies. Ja, heb je morgen dan ook veel vrienden en familie op de tribune zitten? Ik heb wel wat familie op de tribune zitten. En ja, ik ken iedereen daar die op de tribune zit. Dus het is een klein dorp. Dus ja, dat is wel leuk om iedereen terug te zien. Gaat ongetwijfeld een mooie wedstrijd worden voor jou. Ja, Volendam is natuurlijk in gevecht tegen Lijfsbouw. Maar laat dit jaar zien dat ze thuis heel erg goed presteren. Met 27 punten inderdaad van de 31 punten die ze thuis pakken. Dus pas één club in 2023 die van ze hebben gewonnen. Ja, waar ligt het gevaar van Volendam? Ja, ik denk ook het veld wat daar ligt. Daar heeft elke ploeg lastig mee. We zijn wat meer gewend aan het veld natuurlijk. En ze durven daar echt te voetballen. En dat laten ze uit nog wel eens achterwege. Dus ik denk dat dat het gevaar is van hen. Dus ja, ook tegelijkertijd voor ons een gevaar. Wat zijn er nog dingen die jij misschien van vorig jaar, je hebt natuurlijk met dezelfde trainer vorig jaar gewerkt die er nu ook nog zit, aan je teamgenoten kan vertellen wat waarvoor dan iets is wat structureel bij elke tegenstander gebeurt? Ja, ik weet wel een beetje de zwakke punten en de goede punten natuurlijk. Maar ja, elke wedstrijd is anders. Dus ik kan wel dingen gaan vertellen, heb ik ook wel gedaan. Alleen, het kan zomaar anders zijn. Dus we moeten niet te veel van hun uitgaan, maar meer van ons. Veel succes en geniet er ook van. Dankjewel.